Ja, ik werd toch wel omstreeks. Ik ben natuurlijk nu vier, vijf jaar voorzitter van GHVV. En dan omstreeks deze tijd altijd werd ik toch wel door nabestaanden gebeld van joh Ad, waar is dat monument? Maar ja, ik zei ja, dat weet ik echt niet. Tot zeg maar een goed half jaar geleden kwam Jan Kastelein naar me toe en die zei, wat vind je nou, moet dat monument niet terugkomen? Volgende week gaan we naar Driebergen, daar zit een natuursnauwer en dan gaan we dat realiseren. Ik moest natuurlijk terug naar hier, naar de vereniging, naar het bestuur, of dan die akkoord gingen dat we dat gingen plaatsen. Maar ik moest ook toestemming hebben van gemeente Nissewaard. Nou, dat was ook allemaal voor elkaar. Ja, en toen kwam natuurlijk het grote punt. Het was best wel een flinke som met geld. Dus ja, toen moesten we sponsors gaan zoeken. Nou ja, dat is nu voor, ja, zeg maar 90% is dat voor elkaar. Zodoende is dat geboren eigenlijk. Ik wil eindigen met de woorden van de voorzitter van Piepenwaard. Daar in ons leven ogenblikkelijk zijn, dat wij ons gedwongen voelen een moment stil te staan en nog eenmaal te doorleven wat ons overkwam. Wij hebben gemeend onze woorden in daden te moeten omzetten en de nagedachtenis niet beter te kunnen eren dan door de oprichting van een monument dat straks onthuld zal worden. Dit monument is een eerbiedige hulde aan hen die het grootste offer moesten brengen. Wat de mens mag vergeven. Namens de voetbalclub dank ik u allen voor hun medewerking, waardoor het mogelijk werd op deze wijze onze gevallen makkers aan de vergetelheid te ontrukken. Dit noemde die op zaterdagavond 17 augustus 1946. Dat was de opa van Ad Bevaart. Laat ik u nu kort even iets vertellen over het monument wat we dadelijk gaan onthullen. Want in 1972, tot 1972 moet ik zeggen, stond het oorspronkelijke monument op deze, nou niet deze plek, maar wel bij de voorganger van de voetbalvereniging, zoals we dat nu noemen, GHVV. En in 1972 is dat helaas verloren gegaan. Want op dat monument, daar gaat het natuurlijk om, staan drie jonge mannen genoemd. De eerste naam die ik noem is Volbrecht van den Berg. En ik heb zo net ook familie, ik zie jullie daar staan, ontmoet. Nog altijd hier woonachtig in Heenvliet. Volbrecht van den Berg was een jonge jongen van 19 jaar die te werk is gesteld in Duitsland. Daar terecht kwam in een strafkamp, vreselijk ziek is geworden en overleden is. 19 jaar. De andere naam die erop staat is Pieter Bel. Pieter Bel. Ook daar heb ik zo net zijn nicht van ogen ontmoet. Ook een jongen van vergelijkbare leeftijd die kort nadat hij eveneens te werk was gesteld in Duitsland terugkwam hier in Nederland en uit ziekte is overleden. En tenslotte leest u de naam Conner Leendert de Gruiter. Conner Leendert de Gruiter. Hij is omgekomen kort na de bevrijding door een ontploffing, wat direct te relateren was aan de Tweede Wereldoorlog. Kortom, drie namen om te blijven herinneren. En ik vind het bijzonder waardig dat u met elkaar voor elkaar heeft gekregen om dit monument weer terug te brengen op de plek waar het hoort. Zodat die momenten die er toe doen toch nog even terug gedacht kan worden aan deze drie jonge mannen die veel te vroeg het leven hebben moeten laten.
tweede. Wij vinden dat toch wel, zeker na zoveel jaar, dat die oorlog voorbij is. En ook met allerlei andere dingen, denk ik toch wel dat het goed is dat we één keer per jaar hier op de club er even aandacht aan besteden. En er staan natuurlijk ook drie mensen op die altijd lid zijn geweest van die voetbalvereniging. Ik denk dat het een verrijking is voor de voetbalvereniging. Want als ik zo links en rechts de mensen erover hoor, ja, die vinden het toch allemaal netjes. Ik krijg appjes, mailtjes erover. Het wordt toch wel gewaardeerd dat we dat opgepakt hebben.